van Super Mario RPG. In de vorige aflevering werden we helemaal in elkaar gehakt door de Power Betas. Deze Power Betas. En nu gaan wij die Power Betas even verslaan. Ik hoop dat we de cutscene kunnen overslaan, want dit heb ik al gezien. Oh, dit is super lame. Oh, dit is wel heel saai. Ja, we fight for evil. Dit is een soort van Team Rocket Cry is dit. Ja, die roze hield iedereen. Alleen die gele is echt zo sterk. En die zwarte kan weer twee keer aanvallen. Dat is ook weer zo'n onzin. Oh ja. Nice. Nou, dat was Mallow. Leuk hè? Echt leuk gemaakt. Wat debris. What the fuck? Wat gebeurt hier? Oh, nu sliep ik weer. Die gele is zo taffe sterk. Dat is niet te doen. Kill me please, en dan kan ik opnieuw. Nou, maak me dood. Thanks. Dan kan ik even opnieuw, want dan moet ik sowieso met een ander startteam beginnen. Zo jammer dat je dit niet kan skippen. Nee, wat ik graag wil, ik wil even een andere party. Ik wil Mallow switchen met Bowser. Ik denk dat ik namelijk met Peach best wel kan... healen als Peach niet meteen doodgaat. Dat is altijd een beetje de vraag, hè? Nou, moeten we deze onzin nog een keer kijken? Oh, dat is zo raar. Even denken wat we het beste kunnen doen. Ik denk dat we het beste kunnen focussen op Geel, want die doet de meeste damage. Ja, we fight for evil. Pak tikki tikki ti. Patak tikki 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 ta.
Oké, we hebben weinig damage getaked. Dat is mooi. Hij heeft een soort comeback aanval die echt heel zuur is. Oeh, dat deed weinig damage. Dat ging best oké. Uh-oh. Dat is niet erg. Ah, dat was zunt. Dat heeft veel damage. Nee, nu skip ik hem, kut. Nee. Oké. Wat hel, man. What the fuck is dit voor een type onzin? Ah, oké. Okay. Geel is nu dood. Dat is mooi. Oh, ik ben game over. Nice. Oh, deze battle. Het ergste van die hele tyfus battle is de hele tijd die cutscene opnieuw. Waarom kan ik dit niet overslaan? Dat is zo sad. Het is zo sad dat ik hem niet kan overslaan. Mario! Go, go, Power Rangers! Dan moeten die gele bitta keihard in het kontje bonken. Oh, nice. Oh, ik ben ook vergeten Bowser in te zetten. Nice. Nou, dat kunnen we nu doen. Mello is alvast dood.
Nice. Switch. Met Bowser. Zoveel damage, oké. Okay. Nice. Zoveel damage. Dat is zoveel damage. Is dit voor een onzin, man? Echt niet oké. Okay. Nou, fuck it. What the fuck gebeurt hier dan, man? What the fuck gebeurt hier allemaal? Dit is echt niet normaal. Holy shit. Ik denk ook niet dat per se dat het probleem is dat ik underleveled ben, maar gewoon de battle mechanics en dat ze zo fucking sterk zijn. Oh, ik ben weer vergeten om mijn team te switchen. Oh, dat moet ik elke keer opnieuw doen. Relax, people. Nou, kom maar op. Jezus, wat een tyfus onzin. Nou, Mello zal wel meteen dood zijn. Nee, we switchen hem. Switch. Voor Bowser. Nice, die was mis. Au. Zo naar, oké. Okay. Zo.
Oké. Triple move. Shooting star. Ja, geel is dood. Oké, geel is dood. Nice. Oh, roze is ook dood. Nice. Die wil ik switchen met Peach. Nice. Nice. Well, pick me up, hè. Oh jee. Dat viel mee. Ah, groen is ook dood. Zo. Rood is ook dood, alleen zwart nog. Volgens mij zijn ze nu dood. Enough! Now I'm angry! Time to finish this! Wat? Was het nog niet klaar? The Blade. Oké, dat is wel de enige die nog over is, oké? Maximum charge. Wat? Can't block. Oké, dit is niet goed. Recharging. Oké. Nice. Nice. Oké, Breaker Beam kunnen we niet blokken. Oké. Group hacken we wel weer. Peach blijkt fucking MVP te worden, jongens. This is impossible, we're invincible! Can this be happening? To the Power Rangers? Whoa. Oh, we runnen keihard weg, zie ik. You win... 17 XP points, maat! Kijk, weet je hoe fucking moeilijk die battle was? The Royal Stare is eindelijk finance! Lankering! Piep, 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 piep! Lankering! Nog één ster. Dames en heren. 6 star pieces have finally been collected. Where could the last star piece be? Oh, we moeten terug naar Nimbus Land. Pa-pa-da-pa-pa-d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 a-pa
Ik ga er even vanuit dat we naar de grote bazen moeten. De papa en mama. Van Mello. Hé, hey, we hebben allemaal een standbeeld gekregen, zeiden jullie? Oh. Oh. Prince Mello! Thank you so much. We were able to rescue my father with the key you gave us. Don't mention it. Besides, it was you who actually rescued him. Good luck in the future. You too. Prince? Here, this is from me. Please take it. A flower jar. Nice. Hier moesten we heen. Kijk, nice. Nicing on the cake noemen ze dat. Mom, Dad! Were you able to find the star, dear? Yeah, the Axum Rangers took it away from us, but we got it back again. That's wonderful. Now the starway can be repaired, right? I guess not. You're still missing a piece. I take it. The lost star. Wait. The only place left to look in is Bowser's Keep. Yeah, we know, but there's no way to get in. Believe me, we've tried, but... Yes, yes, even Mario can jump that far. Alright, I'll let you use the... That's it, dear. You should use the Royal Bus. Oh yeah, that was a bus stop. That wist ik wel, yeah. Yes, Mello. The time has come for you to take the bus. Why, when I was your age. Really? Are you sure it's all right? Of course, dear. I'll order the repairman to have it fixed by the time you leave. You simply have to help Mario and the others get that last star. You bet, Mom. Come on, Mario, let's go. Let's go. En dat gaan we de volgende aflevering doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.